En hier zo staan we dus boven op het heuveltje bij de auto. Draaien we weer met de klok mee. Dan kan je je wel voorstellen wat een uitzicht we straks zullen hebben met ons nieuwe huis. Dan is hier dat heuveltje af. Daar beneden, daar stond ik dus net. En nou kijk je dus naar nog meer bomen. En dat gaat best wel diep, helemaal naar achteren toe. Het land wat we dus hebben, dat is ongeveer, zeg maar, rechthoekig. Het is geen groot vierkant, maar rechthoek. Dus als je deze richting op zou kijken, gaat het in de lengte veel dieper dan als we hier naartoe kijken. Hier, zeg maar, is dus de inrit. Later. En als we dus daar eventjes heen lopen, dan zien we dus dat iemand anders al ook een stuk grond heeft gekocht eerder en zijn huisje al opgezet heeft. Dat wordt dus, dat zijn dus de buren. En eventjes laten zien. Dit is dus het begin van het land. En dit is het weggetje naar ons land toe. Dat we dus moeten delen met de buren. Maar ja, zodra je dus het weggetje, als je de buren voorbij bent, dan kom je zo, hup, mijn land op. En dan kijk je er zo, hup, naartoe. Daar staat Stef naast haar auto. Het is haar auto, maar ik rijd er lekker mee. En als we eventjes hier zo één kijken, dus in de lengte van het land kijken, zien we hier dus een roze vlaggetje en nog een roze vlaggetje. En we zien een heleboel roze vlaggetjes als je heel goed kijkt. Helemaal tot naar achteren toe hangen allemaal roze vlaggetjes aan de boompjes. En het lijkt er ook op dat ze een heel klein beetje kaal hebben gemaakt. Voor misschien een halve meter breed helemaal naar de diepte toe. Dat hebben dus, heeft dus de gemeente gedaan. Om onderscheid te maken tussen het ene land en het andere land. Links is dus van mij. Rechts is van iemand anders. Maar als je dat helemaal naar achteren loopt, kom je ineens met een kruising met 3 of 4 stukken grond. En Stef en ik hebben dus ook nog een ander stuk grond aangekocht die aan ons land links vast zit. En dus op een gegeven moment als je bij die kruising komt, dan ga je ineens rechtsaf. En dan kom je op dat tweede stuk land. Wij hebben dus als het ware twee stukken land die dus aan die slootgrenzen gekocht. Maar dat lopen we dus nog een andere keertje de diepte in. Maken we er ook een filmpje van.